Wat is er met deze oversteekplaats nou iets wat verbeterd kan worden? Ja, we staan hier bij de Hoed en in alle eerlijkheid, als je kijkt naar de ongevallencijfers van de afgelopen 10 jaar, dan zou je zeggen, nou, er hoeft niet zoveel te gebeuren. Want eigenlijk zijn er 0 ongevallen hier hebben plaatsgevonden. Dus dat is op zich is prima. Daarnaast hebben we gezien dat tijdens waarnemingen ook het verkeersbeeld rustig is. Af en toe stoppen automobilisten wel voor voetgangers en fietsers terwijl ze hier voorrang moeten verlenen. Tenminste, de fietsers moeten hier voorrang verlenen en toch zie je dat automobilisten stoppen. Nou, op zich is dat misschien niet de bedoeling, maar het geeft wel een goed beeld van hoe het hier werkt. Geen ongevallen, rustig verkeersbeeld. Dus in die zin zou je zeggen, er hoeft niet zoveel te gebeuren. Het is een beetje onduidelijk, want ja, voetgangers, oversteekplaats, zebrapad, dan moeten we stoppen als automobilist. Maar voor de fietsen hoeven we niet te stoppen, mogen we doorrijden. Ja, nou, dat is ook het punt waar we de laatste tijd met de gemeente over gehad hebben. De gemeente heeft een fietsbeleid gemaakt waarbij nagedacht is over wanneer zet je de fietsers nou in de voorrang en wanneer niet. En daar zit nou mijn probleem een beetje van, dat is mij niet helder wat nou precies het beleid is. Als je het doet, dan moet je het ook goed doen. Want we kunnen niet zomaar met een bord zeggen van we draaien de voorrang om en dan is het geregeld. Dat heb je gezien bij de Ierse straat. Dan moet je ook de inrichting zodanig maken dat er een verhoogd plateau komt, dat er attentieborden zijn. Want mensen moeten wel wennen en moeten wel weten dat er voorrang verleend wordt. Dus wat is nu het beleid en hoe gaan we het invoeren? Dat is mijn vraag. Wat wil VVN? Wil VVN dat het hier nou aangepast wordt of niet? Wij willen dat het voorlopig niet aangepast wordt, laat ik daar duidelijk in zijn. Niet omdat wij vinden dat het niet zou moeten, maar wij willen eerst weten wat het beleid is. Want als het hier aangepast wordt, dan vinden wij dat het ook op de Ierse straat aangepast moet worden. En overal waar dezelfde situatie zich plaatsvindt. Dus als er aanpassingen plaatsvinden op zo'n overzeekplaats, zoals hier, dan zeggen jullie wel van doe het goed en geen kleine aanpassingen. Dan moet het echt een fundamentele aanpassing zijn, waardoor iedereen ziet wat er aan de hand is. De snelheid ook naar beneden gaat. Je zit hier op een 50 kilometer weg, ook een belangrijk iets. We hebben ook fietsers die in de voorrang zitten. Kijk bij de Bron op de Ringvaartlaan, waar een 30 kilometer regime is. Daar is het alweer iets anders. Maar hier mogen automobilisten 50 kilometer per uur rijden. Dus de naderingssnelheid is alweer hoger dan bij de Ringvaartlaan. Dus dan moet je die zaak goed aanpassen. Anders moet je het gewoon niet doen. Veilig Verkeer Nederland, die hadden we net in de uitzending. De voorzitter ervan, die staat ook nog bij ons hier ook. Maar nu ook wethouder Hazelbach. Goedemorgen. Goedemorgen. Beleid, u had aangekondigd, we gaan hier wat doen. Ja, er zijn middelen voor. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Vorig jaar heeft het college daar al €40.000 voor beschikbaar gesteld. Dat is fors veel geld voor zo'n ingreep hier in vergelijking met andere oversteekplaatsen. Maar dat heeft te maken met het feit dat het hier een waterkering is van het waterschap. Dus wil je hier een wijziging aanbrengen, dan kost dat al meteen een hoop geld. Door de bezuinigingen ben ik genoodzaakt om ook genomen besluiten nog eens kritisch tegen het licht te houden. Dus dat is de reden waarom het niet wordt uitgevoerd. Het gaat om het volgende, 7,5 miljoen bezuinigen, 2 miljoen extra bezuinigen. Dit project staat niet op de lijst van 7,5 miljoen. De lijst voor 2 miljoen is nog niet vastgesteld. Maar waar mijn punt zit, is dat de Raad heeft gevraagd om 30% meer bezuinigingsvoorstellen om te kunnen afwegen. Met andere woorden, wat gaat er gebeuren? Volgende week zal het college gaan nadenken. Dan kan besloten worden, we voeren het wel uit zoals besloten. Het kan ook zijn dat het college zegt, we zetten het op de lijst met mogelijke bezuinigingsvoorstellen. En dan is het aan de Raad om daarnaar te kijken. Maar is het niet zo in heel die bezuinigingsvragen en wat moet wel veiligheid voor alles toch? Veiligheid voor alles. Nou, en daar zie je dus een kleine verschil van mening tussen de VVN en het college. Wij werken op basis van beleidskaders en het beleidskader moet duidelijk zijn. Daar heeft de voorzitter van de VVN een punt. En als er twijfels zijn dat het niet duidelijk is, moet dat duidelijk maken. Dus beleid is eigenlijk gewoon ter plekke bekijken en de ene oversteekplaats voeren we zo uit en de andere oversteekplaats voeren we anders uit. Ja, ter plekke kijken. Wel op basis van een vastgesteld beleidskader als uitgangspunt. En dan zal ik ook de suggestie, het advies van de VNN meegeven, dat het beleidskader zoals dat nu voor Nieuwekerk geldt, daar zitten dus rare kronkels in. En dat wil ik voor heel Zuidpas recht trekken, zodat in ieder geval wat het beleid is duidelijk is, zodat je ook de uitzonderingen beter kunt markeren. Maar ik denk, ja, u bent nu weer terug van vakantie. Ik denk wel dat u een conceptlijst inmiddels gezien heeft. Bent u daarvan geschrokken? Ja, ik ben heel erg geschrokken van die conceptlijsten. Het gaat niet meer tot in het vlees. Het gaat ook niet meer tot op het bot. Het gaat nu echt in het bot.
sommige dingen denk ik, het is maar fijn dat wij ze alles kritisch tegen het licht kunnen houden. Want er zijn wel eens rare dingen in het beleid geslopen. Maar op andere zaken denk ik, nee, wij kunnen ons wat we graag willen heel moeilijk nu waarmaken. Omdat er te weinig middelen zijn. En ik kwam terug vol energie en enthousiasme. En toen zag ik die lijst, behangrollen vol. Ik dacht, waar ben ik aan begonnen? Toen heb ik met mijn vrouw gesproken en die zei, nee, je moet juist nu doorzetten. Nu is het van belang om te besturen, want het is in slechte financiële tijden moeilijker besturen, maar je moet de boel niet in de steek laten. Wat worden? Ja, als de raad zegt, beleidskader, dat moet wat aan gedaan worden, moet verduidelijk worden, dan zal ik ook de raad zeggen dat ik dat ook vind. Het moet duidelijk zijn. Uitzonderingen moeten dan ook duidelijk kunnen worden aangegeven. Dat kost geld, dat moet er dan ook zijn. Maar als de raad zegt, u moet dit uitvoeren zoals overeengekomen, dan zal ik dat uitvoeren op het moment dat het kan. Hè? Want ik kan hier niet het verkeer 2 weken stilleggen. Dan ben je weer aan een vakantieperiode onderhevig. Voorzitter van Veilig Verkeer Nederland, u wil graag nog 1 ding zeggen. Nou, even 1 ding als het nog mag. Ik wil in ieder geval het aanbod graag aannemen. Ik ben er ook erg blij mee dat dat kader dan snel moet komen. Maar ter voorbereiding van vandaag heb ik gisteren nog een klein rondje door Nieuwekerk gefietst. Ik ben bij 10 fietsoversteekplaatsen geweest te kijken. En ik zou de wethouder willen vragen om eens een keer met mij mee te fietsen. Want bij al die 10 is de situatie echt anders qua uitvoering, qua voorrang en qua bebording. En dat laatste zou zeker snel iets aan gedaan moeten worden. Kost niet veel geld en is wel heel belangrijk voor de verkeersveiligheid. Dus graag een keertje een samen rondje door Nieuwekerk fietsen. Nou, ik neem die uitnodiging heel graag aan. Ik wil het ook zien. En voelen en merken. En ik hoop dat we dat zo snel mogelijk kunnen doen. Want misschien krijgen we nog een mooie rustige nazomer. En dan kunnen we eens op ons gemak alles doorgaan. Misschien kunnen we ook een keer fietsen naar de andere dorpen. Hebben we dat nog in de benen? Kijk, een sportieve wethouder en een sportieve voorzitter van Veilig Verkeer Nederland. We blijven het volgen. En ik denk, ja, er zal vast nog niet de laatste woord over gezegd zijn over oversteekplaatsen in het verkeer in de gemeente Zuidplas. Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, 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 want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en